Op naar Jeruzalem. Jouw einddoel is Jeruzalem. Verzamel zoveel mogelijk kenniskaarten die je punten opleveren om uiteindelijk in Jeruzalem de overwinning te behalen. Bepaal strategisch jouw reis door de woestijn, via steden en dorpen en langs de kustlijn van het beloofde land. Maar pas op, je tegenstanders kunnen je dwars zitten en de weg blokkeren. Maak kennis met de Bijbelse plaatsen van Israël. En baan jouw weg naar de eeuwige stad. Op naar Jeruzalem, een spannend gezinsspel. Nu op israelwinkel.nl. De Tempelberg. Meest bediscussieerde berg van de hele wereld. Sarah zei het al. We gaan het daar vanavond over hebben. En ik zie er naar uit om dan de Bijbel te mogen openen. Maar ik stel voor dat we eerst samen bidden. Vader in de hemel, we leven in de eindtijd. De tijd die voorafgaat, Heer Jezus, aan uw wederkomst. U komt terug en alles zal anders worden. We leven in spannende tijden. Tijden die ons bezighouden in ons land, wereldwijd. Wat is het dan een mooi moment om op deze vrijdagavond uw woord te mogen openen? En we bidden dan ook dat u dat wil zegenen, want u zegt dat in uw woord. Dat het openen van uw woord dat verspreidt licht. En daar zien we naar uit. We bidden dan ook dat u ons wil vervullen. Met en door de Heilige Geest. Zoals ik hier mag staan en zoals mensen thuis mogen luisteren of mensen die dit later bekijken. Dank u wel, Heer, God voor wie u bent. Dank u, Heer Jezus. Dat u weende om Jeruzalem. En dat u de tijd noemde. Dat er elke moment komt dat u zult herkend worden. En misschien is dat wel heel dichtbij. Wat een dag zal dat zijn, in uw naam. Amen. Het is een gedeelte van nog geen vierkante kilometer. Het wordt genoemd de plek op het centrum van de aarde. Als je kijkt naar Israël als centrale plek, en dan de Tempel, de Tempelberg, als een centrale plek op aarde. Het is een plek met een enorme historie. En het is een plek waar verschillende claims op zijn. De ene claim komt vanuit de islam. En zowel de geschiedenis, zou het zo zijn dat op een nacht Mohammed wakker gemaakt wordt door de engel Jibril, die wij kennen als Gabriel. Dat hij een gevleugeld paard had meegenomen uit de hemel, die luisterde de naam Burak, dat gevleugelde paard dus. Van de 40 miljoen paarden die daar dan zouden zijn. En dat Mohammed de opdracht gekregen zou hebben om op dat paard te stappen. Wat wordt beschreven als ietsje groter dan een ezel en kleiner dan een muilezel. Wat soms wordt voorgesteld met een vrouwenaangezicht en met vleugels. Lang en wit wordt het beschreven. En het beest zou dan kunnen lopen. elke keer zo ver het oog zou rijken. Met andere woorden, het zou heel snel gaan. Volgens de traditie in de islam. er is weliswaar een. Nachtsoera, een soera van de nachtreis. Maar die vermeldt niet allerlei details. Maar men denkt dat het daar dan over zou gaan. In een aantal hadiths, dus tradities binnen de islam, wordt dat vervolgens verteld. Dat Mohammed daar naartoe ging, dus naar Jeruzalem vanuit de Kaaba en Mekka. Dat hij zijn paard vastbond aan de westelijke muur, dus we kennen dat als de klaagmuur. Dat hij daar ontmoetingen had met een aantal profeten, overleden profeten, de, het gebed uitsprak en vervolgens, zo wijkt de traditie af, met een ladder naar de hemel klom. of met zijn gevleugelde paard naar de zevende hemel zou gaan. alwaar hij met Allah overlegde. Omdat, ja, hoe vaak moet er nou eigenlijk gebeden worden? Nou, dat begon met eh, 500 keer per dag, dat begon vervolgens werd het 50 keer uiteindelijk. Na enig discussiëren, zowel wilde de islam ons doen geloven, werd het dan vijf keer per dag. Let wel, in deze claim die er ligt op de Tempelberg, blijkt nergens uit de Koran, waar dan ook, dat het gaat over Jeruzalem. Het zou gaan over de verste moskee. Het is geïnterpreteerd als zijnde Jeruzalem. Het gevolg is geweest dat daar een rotskoepelmoskee is gebouwd en ook de zogenaamde Al-Aqsa-moskee. Dat is één claim die ligt dus op het gebied wat wij kennen als de Tempelberg vanuit de islam. Ik wil het gaan hebben met jullie over de andere claim die er ligt vanuit de Bijbel op dit gebied. En als ik u straks ga vertellen. Dat zelfs de wereld, de VN, het belangrijk genoeg vindt om daar uitspraken over te doen. en dat ook werkelijk gedaan heeft, bijvoorbeeld in 2016, ook in 2020. heeft de wereld ervoor gekozen om deze claim vanuit de islam te honoreren. Maar ik kom daar zo meteen op terug. Ik zou het fijn vinden als u met mij zou willen opzoeken Psalm 132. Psalm 132 omdat deze psalm ons iets vertelt over de claim vanuit de Bijbel. Ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Dit is wat er staat. Het is een pelgrimslied en het begint met Here denk aan David. Overigens de Psalm hiervoor 131 en de psalm hierna 133 zijn van David, maar er is ook de gedachte dat deze psalm ook van David zou zijn of van een van de koningen meteen na hem. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de heren gezworen heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de heren een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Ja'ar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, Heeren, ga naar uw rustplaats. U en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af omwille van David uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen. Hij zal daarvan niet afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen en mijn getuigenis die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. En nu vers 13 en 14. Let op wat hier staat. Want nu komt dus de reden: de Heere heeft Sion verkozen, heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Ik lees nogmaals wat hier staat in Psalm 132, de versen 13 en 14. En nogmaals hebben we het over de claim allereerst op deze heilige plaats. Psalm 132, vers 13. Want de heren, Hashem, zouden onze Jozef vrienden zeggen: jawel. Heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen, haar priesters zal ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een horen doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Psalm 132. Het is een van die psalmen die te maken hebben met de opgang naar Jeruzalem. Een lied Hamaalot, het opgaan, het gaan naar Jeruzalem. En het is dus zo een van die liederen die gezongen worden door Pelgrims die onderweg gaan. Deze psalm laat er geen enkel misverstand over bestaan. hoe het zit met de keuze voor Jeruzalem. Waarom is dit het geval? Omdat er staat dat God de Heere heeft Sion verkozen. Dat is zijn keuze. Het is wat als u als jij deze lezingen wat vaker volgt, een bekend iets. Hier, ook als Christenen voor Israël, geloven we dat wij staan in een, op een bijzondere plek, omdat wij namelijk mogen meemaken als generatie vanaf 12 mei 1948 dat er iets beslissends is gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Namelijk dat de Heere God zijn volk dat zult u merken bij alle lezingen hier van verschillende sprekers, soms van heel verschillende achtergronden. Dat is wat het zo uniek maakt ook om in deze tijd te leven. En dan kun je dus zeggen, nou ja, dat is uh, fijn voor jullie. Hè? Je denkt misschien dat je nog iets moet uh, vereffenen of iets moet compenseren van het leed hen aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat zal alleen al een hele goede reden zijn. Maar de belangrijkste reden is dit... Dat hier in de Bijbel staat en niet alleen in Psalm 132, maar ook op andere plaatsen, dat God een keuze gemaakt heeft. Dat God een keuze gemaakt heeft. Ik las een opmerking van iemand. Deze. Het feit dat er antisemitisme is, is één van de redenen om te geloven in het bestaan van God. Nog een keer, het feit dat er antisemitisme is, hè, in onze tijd bloeit het helaas weer op, hè. Het, het tiert helaas weinig. Het, het feit dat dat er is, is een van de bewijzen van het bestaan van God. Het is namelijk niet normaal dat om deze plek, Sion, of ook op de berg Moria, Jeruzalem, het gedeelte wat wij nu kennen, hè, waar het Tempelplein nu is en waar de Tempel ooit was. Dat dat als geen enkel ander gedeelte in de Bijbel. of geen ander eh, stuk grond in, in de wereld. zo in de belangstelling staat. En dat heeft alles te maken met de tijd waarin wij leven. Maar we kijken eerst nog opnieuw even naar deze psalm. We zien allereerst dat de Heere wordt opgeroepen om te gedenken aan datgene. wat David heeft meegemaakt, met name aan zijn lijden. Opvallend, hè? Dat God in herinnering wordt gebracht wat David heeft meegemaakt. En als je dat leest in de Bijbel, dan zul je ook zien dat David op een bepaald moment. een volkstelling organiseert. die absoluut niet de bedoeling van God was. die heel veel in het leven zal kosten. en dat dan de verderfengel gestopt wordt op de vlakte van Arauna. en dat daar een altaar gebouwd wordt. Waar dat was, die vlakte van Arauna, waar de berg Sion was, waar Moria is, daar is eigenlijk geen discussie over mogelijk. Dat is wat wij nu kennen, ik zei het al, als de Tempelberg. David heeft God iets gezworen en deed de machtige van Jacob een bepaalde gelofte. Met andere woorden, David sprak God aan. En deed hem een belofte sterker nog een gelofte. Is niet onbelangrijk. Het gebeurt wel eens dat je misschien komend uit een situatie, waarin je hebt mee mogen maken. De spraak was een geweldige gebedsverhoring... Dat je zei: Heere, als u dat doet, dan zal ik. Houden we die belofte of gelofte? God houdt zich. Heel duidelijk aan zijn belofte en aan zijn gelofte. En hier zien wij dat David iets heeft gezworen aan God. En er staat bij de machtige Jacobs deze gelofte. Dat is een vrij bijzondere uitdrukking. De machtige van Jacob, weten we het? De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hier wordt de God van Jacob aangesproken als de machtige. In wat commentaren die ik daarover gelezen heb, zegt men dat dat te maken heeft met de dingen die Jacob mocht doen, namelijk bijvoorbeeld het overwinnen, zo staat er in een Joods commentaar, van eigenlijk de, de, de streken van zijn schoonvader Laban of ook Esau heeft overwonnen. Maar er wordt ook vooral gewezen op de worstelingen die, die Jacob deed bij de Jabot met God zelf. En, en, en dat, dat hij uiteindelijk zei: nadat nou hij een nacht had geworsteld. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegen, Dat hij op de heup geslagen wordt. En, en deze man, deze Jacob, blijkt op de goede momenten. iemand te kunnen zijn die kan worstelen, die kan volharden. En in die zin is de Almachtige, de Machtige van Jacob. Dat is hetgene wat David zegt en van het grootste belang om te verstaan de betekenis ook in onze tijd van de tempelberg. Hij zegt: David dus, nee, ik ga mijn tent mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Here een plaats gevonden heb, een woning. Weer komt terug voor de machtige van Jacob. Dus er is in het leven van David een bepaalde passie gekomen. En dit is zijn passie. Ja, ik heb een paleis. Ja, ik heb het comfortabel. Maar hoe kan het dat er geen plaats is voor de Almachtige God? Hoe kan het? Ik wil daarvoor een plaats zoeken. En dan. Staat er dat hij dat gaat zoeken, de ark in Efrata, Bethlehem-Efrata, we kennen dat. En dan staat hij, zegt hij ook: Sta op, heren, ga naar uw rustplaats. Dat zal ook terugkomen. Als koning David, dat hij alle voorbereidselen heeft klaargemaakt voor de bouw van de tempel dat hij uiteindelijk die tempel niet mag bouwen. Hij heeft te veel bloed aan zijn handen. Maar dat zijn zoon Salomo, notabene een zoon van hem en Batsheba. Met Batsheba, maar hij die ook zo gezondigd had. Waarbij de heer, weliswaar het kind wat voorkwam uit dat overspel... en eigenlijk uit moord en doodslag, dat zal overlijden. Maar dan zal Salomo geboren worden. Wat een... Genade van God ook, als mensen het verzonnen hebben. Maar dat Salomo, zijn naam betekent vrede, hè? dat hij degene zal zijn die datgene wat zijn vader heeft voorbereid tot voltooiing mag gaan brengen en ook zo de tempel zal gaan bouwen. En als dan Salomo dat gebed bidt, waarin hij de tempel die dan gebouwd is gaan worden, dus nadat zijn vader natuurlijk al lang is overleden, maar dan, dan bidt hij ook, sta op, heren, ga naar uw rustplaats. U en de ark van uw macht. Laat de priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed van uw gezalte niet af omwille van David, uw dienaar. En dan worden de rollen eigenlijk omgedraaid en staat er: De Heere heeft David in waarheid gezworen. Hij zal daarvan niet afwijken. En wat is dan datgene wat God David gezworen heeft? Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Dat weten we, dat zal koning Salomo gaan worden. Ik zei het al zo even. En dan wordt het wel als een voorwaarde genoemd. Als uw zonen mijn verbonden in acht zullen nemen. en mijn getuigenissen die ik hun leren zal. zullen ook hun zonen tot een eeuwigheid op uw troon zitten. En we weten dat hier eigenlijk sprake is van een pijnlijk moment. Namelijk dat er inderdaad koningen zullen komen die doen, zo schrijft de Bijbel zo mooi: die doen wat goed is in de ogen van God. Maar dat er ook koningen zullen komen die het helemaal niet doen: die helemaal niet doen wat goed is in de ogen van God. Sterker nog, die eigenlijk hun rug toekeren naar de Almachtige en de Baals etcetera en de Astartes en al die vreselijke afgoden van de te zullen gaan volgen met letterlijk afschuwelijke dingen tot en met de moord op kinderen en het doden van kinderen en, en ongelooflijke perversiteiten. En dan komt het oordeel en dan zou je zeggen houd dat dan op. Nee, want we weten vanuit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus staat en zal zitten op de troon van zijn vader David. Het is zo mooi dat juist in de Messias, in de Heer Jezus Christus, deze belofte geweldig werkelijkheid wordt. En maar dus, dan staat er, ik heb het gezegd, want de Heer heeft Sion verkozen, heeft het begeerd tot zijn woongebied. De Tempelberg. Ik denk oprecht, ik heb dit jaar en dat zal vreselijk ook dit jaar niet meer gaan gebeuren. en ook vorig jaar niet de kans gekregen om te gaan naar Israël. Niet persoonlijk, maar ook niet met een groep. En als ik in Israël kwam, was het eigenlijk bijna altijd wel met een groep. Als ik aan mensen later vraag. en ook mezelf die vraag stel. wat is nou hetgene wat je het meeste bijbleef? Nou, dan zijn er momenten meer van Galilea. Dan kun je zeggen de Dode Zee. Dan kun je zeggen bijvoorbeeld ook de Graftuin. Dan kun je zeggen de Oude Stad. Ik denk wat mij het meest onder de indruk brengt. dat is het moment dat je staat op de Olijfberg. En dat je dan kijkt op Jeruzalem. en dat je dan het ziet liggen: die Tempelberg, die Tempelberg, die eigenlijk een heuvel bevat. Maar die ten tijde van toen Herodes na de ballingschap en heel veel jaren nadien, in 20 jaar voor Christus, begon om die tempel te vergroten, dat hij toen het volgende deed, dat hij bracht heel veel materiaal aan op de berg Moria en vergrootte dat tempelplein enorm. Het is dan ook zo dat de muren eromheen, denkt u er maar aan, als je daar komt, de muren ook om het tempelplein hebben, bijvoorbeeld de westelijke De Klaagmuur, dat die tot taak hebben om die boel bij elkaar te houden. Omdat er werd eigenlijk een soort kubus gecreëerd door Herodes. En daar werd materiaal aangevoerd om die tempel te kunnen vergroten. Die plek is de plek waarvan de almachtige God zegt, dat heb ik verkozen. En opnieuw, als je dan zou zeggen: maar waarom eigenlijk? Waarom is dat zijn keuze geweest? Waarom was het nou precies deze plek? Als je eigenlijk vanuit kun je tegenwoordig heel mooi zien als je ziet de mensen die met SpaceX of andere raketten de lucht ingaan dat je dan de aardbol zo ziet. En dat je eigenlijk zou gaan inzoomen en dat je dan komt, wat is nou het centrale punt op aarde? Die centrale plek op aarde, en dat zei ik ook al eerder. Dan kom je eigenlijk, zo zegt men, de navel van de aarde, dat is Israël en daar in Jeruzalem. En dan eigenlijk op die plek, dus letterlijk een heel centrale plaats. En ook als je je realiseert, ook voor deze eindtijd, dat die plek een heel bijzondere betekenis gaat krijgen. Namelijk dat alle volken van allerlei kanten erheen zullen komen besef je dat het belangrijk is dat je een centrale plek hebt. Dat is een reden. Maar er zijn nog een aantal redenen meer. Waarom heeft God Sion verkozen? Mijn collega dominee Henk Poort heeft interessante studies over zijn overtuiging, of mede op grond van Joodse tradities, dat de plek daar, dat daar het oorspronkelijke paradijs lag. Andere tradities zeggen dat bijvoorbeeld als Noach, als het water weer van de aardbodem is weggetrokken, dat hij een altaar bouwt, ja, dan is hij van de aarde dat al een eind eh, zuidwaarts gekomen, dat het te maken zou hebben dat dat ook die plek zou zijn. Maar wij lezen al in Genesis over Melchizedek, die te maken heeft met Jeruzalem. Wij lezen in de Bijbel dat er langzaam maar zeker. De plek zal komen die we nu kennen als de Tempelberg. En een van de belangrijkste is dat als Abraham, de man van God, gevraagd wordt om zijn eigen zoon Isaac te gaan offeren. En hij onderweg gaat vanuit het zuiden, vanuit Bersheva, dat hij gaat naar de berg Moria. Dat dat de oude Tempelberg is. Dus er komen heel veel historische lijnen richting deze Tempelberg. Is dat de verklaring? Ja. Maar de belangrijkste is deze, dat er simpelweg staat... de Heere heeft Sion verkozen. De almachtige heeft gezegd, die plek, die is van mij. En daar staat er, heeft het begeerd tot zijn woongebied. Heeft het verlangen daarnaar. Nou, als het zover zou zijn, lieve mensen... dat we, of u, of jij, ik... Daar weer naartoe kunnen gaan. En je staat daar, daar op die olijfberg. En je kijkt daarnaar. Dan vraag ik meestal aan de mensen. De mensen zijn, uh, vertel heel uh, beleefd en welwillend heb ik gemerkt. Dus als je dan wat vertelt aan de groep. Dan kijken ze je aan en draaien ze zich naar je toe. En dan zeg ik op die plek. Zeg lieve mensen, kijk nu niet naar mij. Maar draai je letterlijk met je rug naar mij toe. Ga zo dicht mogelijk bij die rand staan. En kijk dan richting de tempelberg. Kijk dan richting Jeruzalem. Dat je je realiseert, die plek heeft God uitverkoren. Die plaats, daarvan heeft hij gezegd: dit is mijn plaats. Ik vind dat indrukwekkend en ontroerend. Dat raakt me altijd heel diep. En opnieuw als dan je de vraag gesteld wordt, wat blijft je nou het meest bij? Is misschien wel dat moment daar. En het moment dat je bijvoorbeeld aan de klaagmuur staat en dat je het begin van de Shabbat meemaakt, of de bar mitzvah die daar staat. Maar die plek. En op het moment dat we gaan met de groep naar de klaagmuur, dan lees ik eigenlijk altijd iets uit dat gebed van Salomo. Oh, je kunt het nalezen. Het, het, je zou zeggen het inzegeningsgebed. Dat is een lang gebed waarbij hij de Heere God aanroept. En voor zijn volk smeekt, maar onder andere ook zegt. als mensen die komen uit een ver gebied, uit een ver land. die hebben gehoord van uw machtige daden. wilt u dan naar hen eigenlijk in het bijzonder luisteren, even in mijn eigen woorden. Alsof toen der tijd, stel je voor. 3000 jaar geleden. werd er een gebed uitgesproken daar op die plek. Ja, tenminste op de Tempelberg zou je zeggen, daar bij de Tempel. Waarin er al rekening mee zou worden gehouden. Dat mensen letterlijk van alle kanten in de wereld, horend van de grote daden van God, naar die plek zouden gaan. En ik ervaar daar eigenlijk altijd een bijzondere zegen. En ik geloof dat of je nou zit in een mijn in, eh, ik ben ooit geweest in een mijn in Waterschei in België. Of dat je zit, dan ben ik daar niet geweest aan de Noord of de Zuidpool of op de Mount Everest, of waar dan ook. Als je bidt, de Heere God is daar. Hè? En toch zit er iets heel bijzonders aan die plek. Hij zegt, ik heb het begeer tot mijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Ik vind dat zoiets moois. Het is eigenlijk een, een hele menselijke emotie dat je zegt, als je, nou stel ik, ik ben een hele tijd weg geweest. Nou, ik, ik verlangen naar om mijn vrouw opnieuw te zien, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, vrienden, bekenden. Een verlangen. En een verlangen is iets van ja, dat. Oh, wat, 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 wat ik zie uit naar een moment van ontmoeting. Ik zou het zo fijn vinden dat. Nou, vul maar in. Hier staat dat God het verlangd heeft. In deze twee versen, vers 13 en 14 van Psalm 132. God heeft er naar verlangd. Heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dat is dus de claim vanuit de Bijbel. Twee claims. Vanuit de Koran, met name vanuit de hadiths, wordt het gezegd. Bijvoorbeeld je leest het verhaal in de hadith van Al-Bukhari, hoofdstuk 4, de, ah ja, of de verse 429 en hoofdstuk 4, de verse 227. Daarin wordt dat gezegd. Het probleem is, bijvoorbeeld in februari volgend jaar... Dan hopen is een aantal, de islamieten een aantal in afval weer te herdenken. naar hun overtuiging. dat dan Mohammed naar de hemel zou gaan. op een boerak, zijn gevleugelde paard. Een aantal moslims geloven dat niet. en die zeggen. ja, dat wordt wel lastig. omdat zijn bruid, zijn, zijn, zijn kindbruid Aisha. vertelde: nee, hij is helemaal niet weggegaan. want hij lag gewoon naast mij in bed. Hè? Maar, maar goed, de twee claims: een vage traditie. Vanuit de islam, waar Jeruzalem niet in genoemd wordt, die niet zo beschreven wordt in de Koran, die ontkend wordt door de vrouw, of een van de vrouwen in dit geval Aisha van Mohammed. Of de claim vanuit de Bijbel, dat God zegt, dit is mijn plaats. Wat besluit de wereld? VN-resolutie in 2016 van de UNESCO. Haram al-Sharif, dat betekent letterlijk edelheiligdom, term vanuit de islam, dat moet de officiële naam worden, naam zijn van de Tempelberg. Die dag werden zeven anti-Israël resoluties werden aangenomen, waarbij Nederland voor zes van deze resoluties stemde. En Joël Voordewind van de ChristenUnie noemde dit geschiedsvervalsing en een complete verdraaiing van de feiten. Het is notabene verboden om daar te bidden voor Joden en Christenen. Dat is werkelijk zo. Ik las nog een, uh, een, een iets van, uh, van mijn collega uh, professor Willem Ouwenheel. Die daar was, die is er een paar keer geweest, ook met een Joodse gids en toen hij zijn Bijbel tevoorschijn wilde halen of bidden, dus hij zei hij, nou doe dat maar niet, want dat mag je niet. En hij was er ook een keer, zo beschrijft hij, met een, een uh, islamitische gids. En toen Willem het woord tempelberg gebruikte, werd die man heel boos. Dat is niet zo, er heeft hier ook nooit een tempel gestaan. Nou, ja, als het gaat over geschiedsvervalsing. In 2020, het afgelopen jaar, werd dit opnieuw bevestigd. En ik zei het al, antisemitisme, want het is het, is mede een van de bewijzen voor het bestaan van God. Want lieve mensen, het is toch bijna onvoorstelbaar. Als ik even, even bij u daar even close, maar. Het is toch bijna ongelofelijk. Dat een claim, notabene door de VN. dat die gehonoreerd wordt. dat het niet meer met zijn oorspronkelijke Joodse naam genoemd mag worden. Hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, daar kom ik zo meteen nog op terug. U weet het, de, een van de zaken die we willen bespreken is wat dit betekent voor de eindtijd. Punt 1. Dit. Dat u en jij en ik weten dat het meest bediscussieerde stuk grond van de hele wereld ligt in Jeruzalem, de Tempelberg is, en dat daar wereldwijd beroering over is en dat de VN heeft gekozen om de Joodse wortels daarvan eigenlijk compleet te ontkennen. Gelukkig was er van de SGP, is er weliswaar een motie, is ook aangenomen door de Tweede Kamer, dat dit niet meer kon, maar Nederland stemt nog altijd op een hele vreemde manier. Nogmaals, het beseffen dat het is niet uh, de Dam in Amsterdam of, of de Eiffeltoren in Parijs of het Witte Huis in Washington of, of, het, of het Kremlin of wat dan ook, Of God zei dat is mijn plek, het heeft ermee te maken. En eigenlijk zou ik degene die... die deze lezing meemaken, misschien toevallig inzaken, zullen zeggen dat je zegt, nou ik, ik heb niet zoveel met die Bijbel en nou, ik vraag me af, hoe is dat, klopt dat allemaal wel en al die oude boeken en zo. Vind je het niet opvallend dat de hele wereld zich centreert rond dit Kleine stukje daar uitspraken over doet, dat ze over geen enkel andere plek in de wereld doen. Waarvan de Bijbel, als je die nou wel of niet serieus, ik verwacht dat je hem serieus neemt, maar ik neem hem, het is het woord van God, ik neem hem heel serieus. Dat de Bijbel nou precies zegt: dat God zegt, die plek is van mij. Daar moet je toch even gaan nadenken. Van, jongens, er is toch kennelijk iets meer aan de hand. Wat, en we zetten even een stap vooruit. Wat betekent de Tempelberg op dit moment? Ik zei het al. Je kunt er niet makkelijk op komen. En het is verboden door de WACF, dat is de autoriteit. Die heeft op dit moment van Israël de zeggenschap gekregen sinds 1967 en ook al voor die tijd trouwens, dat zij het beheer hadden over de, tempel, over de Tempelberg. Dan moet ik jullie even meenemen naar 1967, de Zesdaagse Oorlog. We weten het, Israël verdreef Jordanië. Van de zogenaamde Westbank, Judea Samaria. He, dat, werd, dat heet tegenwoordig soms de ten onrechte wordt het genoemd de bezette gebieden. Nee. Jordanië bezette die gebieden, waaronder ook Oost-Jeruzalem. En ook de Tempelberg. Israël nam in wat simpelweg van hen was. Want u weet het dat onmiddellijk na de uh, uitspraak of uh, de, de, het ontstaan van de Moedanese staat Israël viel Jordanië hier aan en nam dat op dat moment wederrechtelijk in bezit. Dus bezette gebieden, nee, ja door Jordanië, maar niet door Israël. Toen Israël opnieuw de zeggenschap kreeg over dat gedeelte en konde gaan naar de klaagmuur, toen werd er besloten om die Tempelberg niet in te nemen. En Israël heeft er willens en wetens voor gekozen om. Dat zo te laten. En daar heb ik een ongelooflijk respect voor. Ik weet het dat ik op een gegeven moment met uh, twee uh, orthodoxe Joodse meisjes stond te praten. en die zeiden allemaal helemaal politiek correcte dingen over. Hè, ja, dat ze hier toch konden staan bij de klaagmuur en ik zei, Maar wat vind je dan van die rotskoepel? en die al aqsa hebben, met name die rotskoepel. En toen keken ze elkaar en zeiden ze. We hate that thing. We hebben, er een, we hebben er een hekel aan. Maar ik vind het van, van Israël, dat is voor mij de meest tolerante natie van de hele wereld, serieus. Ik vind het bijna onvoorstelbaar dat die plek waarvan zij heel goed weten dat God zei: dat is mijn woongebied. Dat ze daarvan zeggen: oké. Okay, niet iedereen. Er zijn ook de getrouwen van de Tempelberg. En die zeggen: wij willen de derde tempel herbouwd zien. Dat is ontstaan in 1987 met rabbijn Yisrael Ariel en toen kwam het Tempelinstituut. En misschien dat je weet dat zij alles in voorbereiding hebben om de tempel te kunnen herbouwen. En ik kom nog wel eens berichten tegen in de Joodse uh, Israëlische pers, waarin staat hey, dat dan weer een of andere kibbutz heeft dan een helemaal perfecte rode vaars. Dat vind je in nummer 9 voor de offerdienst, die helemaal goedgekeurd zou zijn. Maar niet alle orthodoxe joden vinden dat trouwens hoor. Want Maimonides, eh, Rabbi Rambam, als je zegt, de naam Rambam, die komt van Maimonides vandaan. Die leefde tussen 1138 en 1204. Die zei. Eerst moet de messias dan, ja, wij zouden zeggen terugkomen. Hij zei komen. En onder zijn leiding wordt de tempel herbouwd. Dus ga niet proberen hem voor de voeten te lopen. Dus niet elke eh, orthodoxe jood zal dit. Eh, zal het daarmee eens zijn? Er is heel veel te doen om die tempelberg. En ik wil tenslotte jullie meenemen naar iets wat de Bijbel laat zien. Dat de bedoeling is van deze tempelberg. Ik lees allereerst iets er iets uit dat wat de bedoeling is van. Deze ja, van de tempelberg en wat Gods bedoeling daarmee is, en dat vinden we in Jesaja hoofdstuk 35. Er wordt gesproken in het voorgaande hoofdstuk dat zij het land dat Zijn hand hen heeft toebedeeld, tot een eeuwigheid zullen bezitten, van generatie op generatie zullen ze er wonen. De woestijn en de plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Ze zal welig en bloeien en zich verheugen. Ja, ze zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Carmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heer, de glorie van onze God. Te midden ook van. Momenten van oordeel spreekt Jezaja hier al iets over, uit over een fantastische toekomst. Heel de schepping zal gaan veranderen. En trouwens, wat we ook lazen in die psalm 132, hè, dat ook er sprake is van gerechtigheid in Jeruzalem. Als gevolg van de woonplaats van God, dat de armen brood zullen krijgen, dat de priesters daar zullen functioneren. God laat deze wereld zien hoe het eigenlijk moet. En dan staat er een opdracht, versterk de slappe handen, verstevig de wankelende knieën, zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God, de wraak zal komen. De vergelding van God, hij zal komen en u verlossen. De Heere God komt terug, hij komt met vergelding terug, maar ook met verlossing. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupelen springen als een hert. De tong van de stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van Jakhals, waar een rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal een effe baan zijn, een weg. De Heilige Weg zal Hij genoemd worden, Onreine zal er niet overgaan, want Hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen, zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. En hier zie je voor deze eindtijd die prachtige profetie in Jesaja 35, vers 10. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Lieve mensen, wij zitten nog een, een hele aparte tijd. Coronatijd, ik zei het al, al afgelopen twee jaar, Nina, is er al gekund. Vind ik best wel lastig. Misschien u en jij ook wel. We hopen, Deo Valente volgend jaar. Nou goed. We leven ook in een tijd die spannend is voor veel mensen. Ja, we horen de berichten, het gaat geweldig met de economie, et cetera, et cetera, en toch. Maar je hoort van eenzaamheid. Je hoort van, van verdriet en van pijn en van ellende. En hier staat die machtige profetie, dat vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Die mensen die daar terugkomen naar Sion, verdriet en gezucht, zullen wegvluchten. Dit is de prachtige toekomst die God heeft. Met Sion. Ik neem er nog een andere profetie bij, en die vinden we in Zacharia. In Zacharia wordt ook weer gesproken en nogmaals zo belangrijk voor deze eindtijd wat het betekent om je te realiseren wat God zal gaan doen. Er wordt gesproken over wat God met Jeruzalem gaat doen, dat het een, een, een bedwelmende beker zal zijn, like een, 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 een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken, maar dat God Jeruzalem zal beschermen. En dat wordt gesproken dat ze zullen, zegt God, mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dan staat er ook dat de Heere de koning zal zijn over heel de aarde. En dat er ook staat dat de overgebleven heidevolken... die tegen dusm zijn opgerukt van jaar tot jaar... om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten... om het loofhuttefeest te vieren. Er staat ons een geweldige toekomst te wachten. Er wordt gesproken over de vrijgekochten des heren. De mensen voor wie een prijs betaald is van vrijheid... En als ik aan denk, dan denk ik aan de Heer Jezus. Die weende over Jeruzalem. En die het uitriep, mochten jullie beseffen wat jullie vrede dient. En hij betaalde daar, buiten de poorten, de grootste prijs. Voor de verlossing van u en jou en mij. En door zijn striemen is genezing. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Wat een heiland is hij. En hij... Huilde om Jeruzalem. Wat moet het voor hem betekend hebben? Wetende dat dat de drieënige God, vader, zoon en heilige geest, dat dat hun begeren was hun rustplaats te zijn. En dat hij voorzag dat geen steen op de andere zou blijven, die niet afgebroken zou worden. Wat moet het. Nog een veel diepere smart voor hem betekend hebben. Hij kende de Psalmen, natuurlijk. Het, het, ook zijn woord. Hè? De, de, de schriftige getuigen van hem. Dat hij wist dat er, wat er met Jeruzalem zou gaan gebeuren. Wat een smart moet dat voor hem betekend hebben. Wat een vreugde moet het zijn. Ook in de hemel. Dat Gods volk terug aan het keren is. En dat de belofte die God deed. ten aanzien van Sion. nooit, maar dan ook nooit opgeheven is geworden, maar is er tot de dag van vandaag en tot in de toekomst. Ik eindig met Psalm 2. Hoe gaan we hiermee om? Ik zal u heel eerlijk bekennen dat ik boos kan worden, verontwaardigd als ik dan die dingen lees van de Verenigde Naties. Dat ik boos, verontwaardigd en verdrietig kan worden. Als ik besef dat Nederland in veel gevallen nog altijd meestemt met deze dingen, die rechtstreeks ingaan tegen wat God gezegd heeft. Maar er is ook nog een andere emotie. En dat is Psalm 2. Sinds verwonderlijk dat Psalm 1 hè, er wordt gesproken over de man, de vrouw die niet wandelt in de raad van de goddeloze. En maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer, dan zul je zijn als een boom geplant aan waterstromen. Alles. Mag je lukken? Zeer interessant. En dan Psalm 2. Waarom. Komt meteen naar Psalm 1. Hè? Waarom woedende hij de volken? En bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de Heeren en zijn gezalfde. Wat staat De Heeren en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren. En hun touwen van ons werpen. En dan komt het die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ziet u, zie jij en zie ik, dat het daarom draait, Waarom woeden de volken? Waarom gebeuren deze dingen? Waarom dat antisemitisme? Waarom het anti-Judaïsme, anti-Zionisme? Ten diepste vanwege de strijd tegen de Here en Zijn gezelschap. En als je de keuze niet hebt gemaakt en je ziet vanavond deze uitzending, wil ik je dringend oproepen om je knieën te buigen voor die Almachtige God. Voor onze Heer Jezus Christus. En te beseffen dat je daarmee aan de kant komt van de overwinnaars. omdat God belooft, dat doet Hij. En daarom, reisgenoten, mogen we verder gaan In het diepe besef dat wat er ook gebeurt aan onrecht en onrecht, dat de Heer heeft gezegd dat is mijn rustplaats. En dat de laatste dagen waarin wij, denk ik, leven de eindtijd laten zien dat Zijn woorden waar zijn, maar ook zijn woorden, dat de Heer Jezus. Hij komt terug. Amen. Zullen we bidden? Ik dank u wel voor wie u bent. Heer, ook al woeden de volken en bedenken de heidene ijdelheid. Heer, wat is het geweldig en geruststellend dat we mogen weten: dat uw woord de waarheid is en dat u het laatste woord hebt. Heer, we hebben een aantal dingen besproken over. De islam. Heer, en ik bid ook zo, ook in de contacten die we misschien, en die ik ook zelf mag hebben met verschillende moslims, heer, dat wij een getuige van U mogen zijn, Heer Jezus. Heer, en ik zie er ook zoveel, gewoon hele sympathieke mensen tussen, die eigenlijk zoekend zijn. Vader, we denken aan wonderen die gebeuren in plaatsen als Irak of Iran en, en andere plaatsen. Hoeveel er juist tot U komen. Heer, dank U wel. Dat u, Heer Jezus zich ook openbaart aan verschillende van hen. Heer, we bidden dat dit werk mag doorgaan. We bidden ook waar de kerk van u, Heer Jezus wordt vervolgd, ook in deze landen, dat ze staande mogen blijven. We denken aan Afghanistan en landen als Pakistan. Heer, mogen, mogen mensen daardoor u beschermd en bewaard worden? Heer, dank u dat ze daar mogen staan, door wie u bent, Heer Jezus Christus. Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, als ik dan. Die zin uitspreekt, bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dan denk ik aan ja, dat het zo'n extra diepe betekenis krijgt. Omdat dat de plek is waar u wil wonen, waar uw begeerte naar uitgaat. Heer, dat bepaalt ons erbij om meer en meer daarvoor te bidden. En te zeggen, Heer, doe uw werk ook in deze stad, in dit land. Heer, we zien uit, Heer Jezus, naar dat moment dat u zult komen. We prijzen uw heerlijke naam. Amen. Mijn naam is Janif en in deze tentoonstelling neem ik je mee op een tijdreis door het verhaal van mijn volk, Israël. Maar de grote vraag is: waarom juist Abraham? Ik bedoel, sinds Adam waren er toch altijd rechtvaardigen. Welkom terug in onze eigen tijd. Dit is Israël vandaag de dag en ik mag hier wonen.